Jij was maar, moet ik zeggen. Dikke. Kijk dan, dit is echt zo. Oh my god. Aangezien de man van huis is, moet ik natuurlijk zelf een biefstuk pakken. En wie eet al mijn vlees op? You. Hoezo, koetje? Jij was maar, moet ik zeggen. Nou, met de kiddo's onderweg om een ijsje te halen. Dat is verdiend, hè, zo'n ijsje. Vakantie te vieren. Kijk wat dit doet! Zit, mag je niet. Mut en mama zijn alleen thuis met Tess. Sport niet. We gaan lekker even lunchen en daarna gaan we voor de rest van de week ongeveer koken alvast, hè? Dan kunnen we dat lekker al in klaarzetten in de koelkast, zodat we dan klaar zijn. Super. Gaan we. Kijk, dit is nu de lasagne saus. Die gaan we eerst een eerste laag doen voor jullie. Heel goed afwassen. Bezig, Muk. Fijn dat je mijn assistent bent vandaag. Er is een pakketje binnen. En er zat dit in. Kijk dan. Dat is hem. Dit is niet normaal. Oh, deze Clarois is echt heel mooi uit de verf gekomen. Het is de eerste keer dat je je boek ziet. Dit is niet normaal. Oh. Hoe vind je het? Ik vind dit echt super. Weet je wat ik heel cool vond? Kijk eens op dit. Ja, dat is vet, dit is toch helemaal Kim. Ja. Even helpen uitpakken. Dit zijn allemaal super uitpakken. Oude foto's. Dus kijk, het zijn natuurlijk allemaal hoe cool. Bewogen foto's en zo. Ja, maar dat maakt er niet uit. Dat is echt. Dat is toch super stoer. Jij staat er ook in, Muk. Echt? Natuurlijk. Kijk eens, hier is Ted. Hey. Nee. Heel leuk. Kijk dan. Wie zijn dit? Look at you. En Ted toch? Ja. Oh, echt vet, hè? Heel cool, schat. Gefeliciteerd. Yes. Wat een dag vandaag. De lancering van het boek. Woe. Vandaag gaan we twee interviews gehad. Radio Veronica, 100% NL. De Telegraaf is net uit. Kijk, Mama is net uit. Doorplaatsing allerlei andere artikelen. Nu heb ik RTV Oost daar naar Tubantia. Morgen Boulevard, Shownieuws. En waarschijnlijk op 1 ook nog eens een keertje erbij. Nou, het was wel. Het is wel heavy shizzle, hè? Leuk man. Dit is hem dan, de man zelf. Ja, we zijn zo benieuwd, Kim. Wat het is geworden. De eerste gaan natuurlijk naar jou. Dankjewel. Wat een memorabel moment. Ja, hè? We gaan nu bij RTV Oost naar binnen en we starten. Ik heb al Radio Veronica gehad, 100% NL vandaag. Okay. Ja, we moeten de hele promotiecampagne moeten we losgooien. En ja, laten we naar binnen gaan. Kom. Het is een vol dagje vandaag. Al 3 interviews bij hoofd gehad. En nu gaan we er naar het kantje en dan gaan we combineren met een lunch bij het beroemde heerlijk. Van der Valk. Oh, heerlijk. Van der Valk Hengelo. Want hier heb ik ook zo vaak nutteloze koffietjes gedronken met mensen. Ja, daar ben je anders in geworden. Hè? Zo, daar was ik slecht in. Zakelijker nu. Zakelijker, hoi. Ja, dus, maar dit keer gaan we een leuk interview doen met Lucien Baart. En Lucien heeft heel veel verhalen met me opgetekend. Heeft ook een klein rolletje in het boek. Daar ze wel hoor, mannen. Carlo heeft alweer een lichtopstelling gemaakt. Dit is de enige echte Lucien. Met de chef. Het Dovia Klooster. Hey, poespas. Hey! Supermooi. Maar weet je wat iedereen vraagt? Van die fotoshoot voor het boek. Wisten jullie meteen dat dit de foto was? Maar dit was gewoon met een zwangerschapsshoot. Dit was niet eens bedoeld hiervoor. Nee, die hebben we gewoon ingezoomd. Dit was eigenlijk, nou ik denk dat die foto zo liep, zo. Ja. En dat hier je hoofd was. Ja. En die hebben we gewoon ingezoomd. Maar ja, dit is gewoon precies hoe het moet zijn. Oh my goodness. Oh. Wat heb je besteld, Kim? Ja, ik wist het dus ook niet meer. Ooit met het voeren s'nachts, dan bestelden we iets uit China. En het zag er op de advertentie heel mooi uit. Zo misschien te net die heel makkelijk over kon plakken. Maar kijk, dat valt nu al uit elkaar.
besteld. Ik ben heel benieuwd hoe jij dit in elkaar gaat zetten. Oh, dit was wel niet. Oh nee. Hoe werkt het? Kijk jongens. Tada! Werkt. Ik ben zojuist gestoken. Misschien deze mosquito. En ik heb morgen allemaal opnames. En de dag heb ik wat serieus rood. Het is serieus rood. Het is echt. Weet je trouwens wat dit is? Borstvoeding? Nee. Dit is voor je adem, voor als je gehecht bent. Dat is nee. Nee. Maar die heb ik niet gebruikt, dus dat scheelt. Stel je voor. Je voelt een muskiet. Nou, dit wil je hebben. En nu inklappen. €27,97. Ik ga zo voor jou zijn. En nu het koop, bij Poespas. Ik wil het privé. Tadaa!